Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 4 mei 2015. Dit is het bulletin van maandag. De ham-videozender in het ISS is momenteel in werking. Afgelopen vrijdag 1 mei werd de ham-videozender in de Columbus-module van het ISS ingeschakeld. Momenteel worden alleen nog lege zwarte beelden uitgezonden, dat wil zeggen zonder camera. Het digitale signaal is echter wel een compleet signaal, maar er is simpelweg geen video- of audio-inhoud. Het lege signaal is volgens website southgatearc.org nodig voor het testen en veiligstellen van de grondstations. Het Europese netwerk van gekoppelde grondstations is momenteel nagenoeg compleet. 6 van die stations staan verspreid over het Europese continent in een X-formatie. Voor iedere passage over Europa geven 4 stations ongeveer 10 minuten lang een strak beeld. De grondstations streamen digitale video dan naar de server van de Engelse ATV-vereniging BATC, die het op hun website beschikbaar maken. De URL van de website is trouwens www.batc.tv/iss. De videozender blijft net zo lang als de werkzaamheden aan boord dat toelaten ingeschakeld. Doel is om, als het allemaal werkt, de beelden te gebruiken bij de QSO's die met scholen worden gemaakt door het ISS. Als je een Raspberry Pi 2 hebt, dan houd je wel van wat experimenteren dus. En Microsoft geeft je daar ook nog eens de kans toe. Zet er eens Windows 10 op. Microsoft heeft een preview uitgebracht voor ontwikkelaars die bezig zijn met het internet der dingen. Nogal een hype tegenwoordig. Binnen het Windows 10 IoT Core Insider Program kan Windows 10 tevens worden gebruikt op de Raspberry Pi 2. Hoewel het bedrijf wel waarschuwt dat de software nogal onafgewerkt wordt aangeleverd. Er zitten dus nogal wat ruwe kantjes aan, maar dat maakt het spelen ermee misschien ook wel een mooie uitdaging. Microsoft wil graag feedback hebben op de software, zodat die ruwe kantjes kunnen worden bijgeslepen. Dit volgens de website webwereld.nl. In navolging van de Veron wil nu ook de VSA zijn aanwezigheid op internet versterken. Er is hiervoor een werkgroep opgericht. De ambitie van deze werkgroep is om de aanwezigheid op internet op een hoger plan te tillen. Dit door gebruik te maken van moderne middelen, zoals bijvoorbeeld een content management systeem. Al dus de site van de VSA. We hebben hiervoor een aantal vrijwilligers nodig. Mensen die weten hoe je het internet van vandaag moet maken. Dit hoeven niet altijd professionals te zijn. Ook leden die thuis of elders zichzelf de aspecten van het moderne internet hebben bijgebracht, worden nadrukkelijk verzocht zich aan te melden. We hebben dan wel professionele ambities, maar we blijven een vereniging. We hebben nodig systeembeheerders, sitebouwers, programmeurs en webmasters. Al dus de website dus van de VZA. Je kunt, als je wat meehelpen, je melden bij PA9TV op het mailadres pa9tangovictor@vrza.nl. Afgelopen weekend is op de Jutberg een repeater binnen het PI2NOS-systeem opgesteld ten behoeve van de aanstaande 52e Radio Kampweek. Die zal plaatsvinden van zaterdag 9 mei tot en met zondag 17 mei. De relaisgroep heeft aangegeven dat de repeater eventueel nog een tijdje daar kan blijven staan, als dat bijvoorbeeld in met name oostelijke richting in een behoefte blijkt te voorzien. Het volgende bericht heb ik jammer genoeg, hoewel ik het wel op tijd had, in alle drukte niet op tijd gemeld. Vandaag dus om 17:40, dat is het dus voor deze uitzending, heeft Omroep Max een interview uitgezonden waar Remy Denker, PA3 AGF, een bescheiden rol in speelt. Het onderwerp is de herdenking en de locatie is bij het monument voor de gevallen radioamateurs in Hilversum. Het was de bedoeling om ook bij het Jan Korver Museum op bezoek te gaan. Dat zal ongetwijfeld gebeurd zijn. Tevens wilde men een bezoek brengen aan PNL Hotel Sierra. Deze OM heeft voor de oorlog zijn licentie gehaald en wellicht kan hij nog wat over de oorlog vertellen in relatie met onze hobby. Of waarschijnlijk is de aflevering van het programma Tijd voor Max dus nog wel via uitzending gemist te bekijken. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Daily Minutes of Monday, May 4th, 2015. This is Peter John of Emergency Radio. The ham video transmitter of the ISS is now transmitting. On May the 1st, Friday, the ham video transmitter on board of the Columbus module of the International Space Station was powered on and started transmitting in blank transmission mode. In this mode, the transmitter is operated without a camera. The digital TV signal is fully formatted, but the content of the video is black and the content of the audio is zero level. From a technical perspective, the BT signal is all that is needed for testing and fine-tuning the ground stations. This according to southgatearc.org. The European network of chained ground stations is presently nearly complete. 6 ground stations span the continent in X formation. For each ascending pass over Europe, 4 stations provide about 10 minutes of solid copy, and the same is true for descending passes. The chained ground stations are streaming the digital video to the BATC server. BATC is British Amateur Television Club.
And the BATC set up a multi-viewer page accessible at www.batc.tv/ISS. The page shows all six streams from the changed ground stations. Each view can be maximized to full screen and the audio of each stream can be set to level or muted. The ham video transmitter will stay on as long as onboard operations permit. When the ground stations will be operating reliably, the ham video transmitter will be used to enhance ERAS school contacts. Uplink will remain VHF audio only. This operational mode is dubbed ERAS Ham TV. If you have a Raspberry Pi B2, you can now experiment with Windows 10 on the credit card sized computer. Microsoft published a preview for developers that are working with the Internet of Things, which seems to be rather a hype nowadays. Within the Windows 10 IoT Core Insider program, Windows 10 can also be used on the Raspberry Pi version 2. Microsoft, however, warns that the software will be delivered in rather a rough form and wants feedback. This according to Dutch website webwereld.nl. De dagelijkse nieuwsberichten van de Daily Minutes zijn in elk geval de komende weken nog iedere dag om 1900 uur te beluisteren via PI2NOS met een herhaling om 10:30 de dag erop 's ochtends. Je kunt ons mailen op het korte mailadres en dat is xa@xdv.me en eerdere uitzendingen zijn te vinden op p0ete.nl. Wil je meer nieuws? Kijk dan bijvoorbeeld ook eens op hamnieuws.nl en kijk zeker eens op hobbyscoop.nl, pi3utr.nl of pi610.nl. Daar kun je vinden hoe je deze fantastische repeatersystemen kunt helpen door ze met desnoods een klein bedrag te sponsoren. Tot zover de Daily Minutes voor vandaag. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Wat is er? Wat is er dan? Ernstige verstoring van de opname door de kat.